Stef Kaars en de Amerikaanse zangeres Mo. Vier doorleefde soulstemmen brengen een ode aan de Amerikaanse soullegende Marvin Gaye, die dit jaar, 30 jaar geleden, overleed. Hij was een van de grondleggers van de Motown Music. En ik heb heel mijn leven altijd naar die muziek geluisterd. Het is een fijne mengeling van soul en blues en een beetje jazzy touch. En hij heeft een uitzonderlijk bereik. Ik denk dat er een soort van ongelooflijk interessante struggle is tussen het spirituele van zijn muziek en ook het heel aardse seksuele van zijn muziek. En hij is eigenlijk constant die twee aan het laten botsen in zijn uiveren, in zijn teksten, in zijn muziek. Een nummer als Let's Get It On is eigenlijk ergens, heeft heel veel gospel-invloeden, dat moet je van zingen is maar als een preacher. Want het nummer gaat eigenlijk echt over puur seks eigenlijk. For me, it's what he says in when he's not saying it, when he's not singing. It's his space that he leaves in the song when he's singing, the breaths he takes, the lyrics he writes. Everybody wants somebody to be their own piece of clay. Maar Marvin Gaye kende ook een turbulent leven. Hij was verslaafd aan drank en drugs. Ik denk dat dat een beetje eigen is aan veel artiesten. Ik denk dat er een gevoeligheid is die meer uitgesproken is. En hij was ook uitzonderlijk aantrekkelijk als man. Dus ik kan me ongelooflijk voorstellen dat die en zo'n mooie stem hebben en zijn impressionante verschijning, dat hem dat veel zever heeft veroorzaakt. Dat denk ik wel. Ja. In een poging zijn leven terug wat op de rails te krijgen, woonde hij een tijd lang in Oostende. Hier schreef hij zijn grootste hit, die hem ook een Grammy opleverde. Maar toen hij terug naar huis keerde, werd de confrontatie met zijn vader hem fataal. When the news broke that he had passed away, we were like, oh, you know, Marvin died, you know. And then slowly details started coming out that his father had shot him. And then we were like, what, his father, what? And slowly it started to come out that I think at the time he was on drugs and him and his father got in an argument. And because of their relationship, his father felt the need to reach for a gun. En shot his only son. Maar zijn muziek blijft eeuwig voortleven. De tribute to Marvin Gaye speelt nog onder meer in Boom, Bornem, Mechelen en Borgerhout.